Waarom heb jij nog geen club? Omdat er heel veel goede spitsen in België lopen, zeker. Dat is ironisch, denk ik zo. Veel ironisch. Waarom ik nog geen club, ja. Maar we horen overal, jij bent te duur. Je bent al Beerschot, Loker, Zultuwa. Ja, maar ik heb daar net ook iets gehoord dat jij ook heel duur bent. Ik ben heel duur, dat klopt, ja. Kijk, dat zijn dus dingen die gehoord worden. Ik heb nog nooit iemand een contract voor mij zien leggen. Ik heb ook nog nooit in een krant gezien wat ik waard ben. Er wordt zoveel geschreven en gezegd. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb een financieel risico genomen door niet bij te tekenen in Brugge. Maar dat had zijn redenen. En als je nu vrij bent, ja, dan hoef je al geen transfersom meer te betalen. Dus ja, ik weet niet wat duur is. Nee, maar is het waar of niet? Wat? Dat de clubs jou te duur vinden? Zeggen ze dat om het maar niet... Het eerste wat een club zegt, ja, we hebben geen geld. Hè? Het is ook al lachend bedoeld, maar het is altijd hetzelfde. We kunnen je niet betalen. Ja, wat denk je dat ik gratis ga spelen? Dat denken ze misschien. Maar welke aanbieding heb je uit het buitenland al gehad? Ik ben met een paar clubs uit het buitenland bezig geweest, maar ja, daar ga ik eigenlijk niet verder op in, over namen of over weet maar ik wat. Baku, ja, maar Baku, ja, Emil en Pinza. Waar Emil nu zit, dat hadden ze mij ook aangeboden, maar ik zit met een vrouw en drie kinderen. Emil is denk ik alleen, dat is een heel groot verschil. Emil is nooit alleen. Dat is een hele goeie. Oké, doe voor. Ja. Wat bedoel je daarmee? Niks. Ja, ik dacht omdat je meer wist. Dus, maar het is inderdaad wel zo dat je soms aanbiedingen krijgt waar je van denkt van... Ja. Dat is Oezbekistan wel te verstaan. Ja, ik bedoel, dat is Azerbeidzjan, China, wat heb ik daar te zoeken? Ik bedoel, dan kan ik... Maar waarom niet gewoon bij Club Brugge bijgetekend? Wat is daar dan misgelopen? Wat is er misgelopen, ja. Waarom niet heel verlengd? Veel? Ja, ik niet vorig jaar, maar het jaar ervoor was ik mede topscorer met Akpala in de competitie, denk ik. En had ik Europees ook mijn deel in de kwalificatie voor de Euroleague. En nationale ploeg ging heel lekker voor mij. Want ik denk dat Frankie toen nog assistent was. Ja, kan dat, ja. Ik maakte 7 golen in de campagne. Dus ik denk, ja, goed seizoen, goed geslaagd. We waren met Brugge over contractverlenging begonnen en met Luc de Vroe. Maar ik zag dat wel goed komen. Alleen mijn enigste jij eis... Jij wel 2 jaar. Mijn enigste eis was van mij in begin 2 jaar. Ik had niks over financieel gezegd. Niks. En ze hadden me dus een op latere termijn. Maar ja, dan hadden ze 5 weken later Adrie Koster aangesteld. En dat is blijven aanslepen. Dat heeft geduurd. En de voorbereiding liep van geen kant, van geen meter. Iedereen, we hadden 4-3-3 spelen en we hadden net mensen gekocht om zeg maar, met 2 van voor te spelen. Toen zijn we begonnen zeg maar, in Charleroi met 4-4-2 en ik zat op de bank. Hmm. En dat nog. Is gewoon 2 maanden later, nadat je mede topscorer bent geworden in Brugge, dat je Europees een heel goed jaar hebt doorgebracht, dat je nationale ploeg heel goed gespeeld hebt. En dan 2 maanden later, als iedereen slecht speelt in de voorbereiding, zit je op de bank. Oké, dat is een bepaalde keuze van een trainer, daar moet je bij neerleggen. Dan moet je soms... Luc de Vroe zegt dit over het niet verlengen van jouw contract. Mm-hmm. Hij zei dat tegen Tom Konings vorige vrijdag. Oké, iedereen weet dus dat wij aan Wesley een voorstel gedaan hebben om 1 jaar bij te tekenen plus 1 jaar optie. Dat is gebeurd in de maand december. Mm-hmm. Wesley is daar niet op ingegaan en je moet ook eerlijk zijn, als wij op Valencia in de 85e minuut 1-1 maken... Mm. De kans van Wesley, dan had het misschien anders gelopen. Maar of dat dan een goede zaak geweest zou zijn voor Wesley, voor Club Brugge, ja. Dat is een andere zaak. Dus een kans gemist, 85 minuten in Valencia. Dat slaat dus erg... Ik kan ook begrijpen dat Luc niet alles kan zeggen. Zoals Karel Hoefkes vorige week kan ook niet alles zeggen. Want dat is rond de pot draaien. Maar, dus 1 goal zal beslissen dat ik... Maar je zei dat ze je niet mist. Nee, maar dat besef ik ook wel als ze me niet missen. Zo gaat het in het voetbal, hè. Komen en gaan. Ja, maar we hebben die kans van de 85e minuut, we hebben die hier. Dus dat zou jouw carrière voor een stuk bepaald hebben. Maar nee, hier in Valencia, 85e minuut. Ja, kijk. Goed gepakt, hè. Ja, volgens mij ging die naast de paal binnen, denk ik, als ik me niet vergis. Maar ja, kijk, die keeper die pakt die heel goed. Ja, dat is ook geen prutser, hè. Ik bedoel... César. Maar als je dan zoiets zegt dat 1 kans 1 jaar met de optie wordt of 2 jaar... Ja, dat meent Luc ook niet. Dat nee. kan niet. Maar dat moet je dus ook niet zeggen. Maar als je dan eens goed terugdraait... De competitie is gedaan in mei. We waren al bezig met contractverlenging. En pas in december komt het eerste echte voorstel. Hmm.
Als je me dan niet gaat vertellen dat Adrie Koster daar geen inspraak in heeft, ja, dan ben ik van gisteren. Hè. Mm. Als je me twee maanden later na zo'n seizoen niet meer nodig hebt, als je 15 doelpunten maakt... Je past niet in het systeem van Koster, hè, daar komt het op. Maar ja, oké, okay, maar dat... 4-3-3. Maar ja, in het systeem, ik heb een Ajax aan rechterkant gespeeld, ik heb vooraan gespeeld, ik heb geen probleem met 4-3-3. Je bent toch geen Dalma aan de rechterkant? Maar nee, ik kan dat ook niet. Mijn ding zijn doelpunten maken. Mm. En als je het jaar ervoor 22 doelpunten maakt op 40 wedstrijden. Ja, zeg me eens drie spitsen dat in België 22 doelpunten. Statistieken zijn indrukwekkend. We hebben ja, maar, ja, maar ja, dat zijn gewoon dingen op papier. Maar iedereen wil een spits. Maar als je dan vorig jaar ook, ik denk dat we na de winterstop hebben we 8 of 9 wedstrijden, denk ik 8 gewonnen van de 17 die we gespeeld hebben. Van de 19, denk ik. Want we hebben ook nog Europees gespeeld. Ja. Maar heeft het wel eerlijk tegen jou gezegd, hè? Hij heeft me de dag of de week voor Standaar heeft hij me gezegd dat ik geen toekomst meer had en dat ik niet in zijn plannen paste. Maar wat er dan gebeurt is dat hij me nodig heeft tegen Standaar en dat ik dan het verschil maak. En dan moet je dan iemand tegen van 31 jaar die al zo'n carrière heeft gemaakt, moet je dan zo'n dingen zeggen. Terwijl er andere jongens bijliepen die... Maar het is toch het recht van de trainer om te kiezen? Natuurlijk is dat een recht. Maar als die jongens niet goed speelt, dan moet hij eruit. Ik bedoel, als je na Zulte Waregem wat speelt, je speelt met 1 diepe spits en eentje erachter. En je speelt met een 17-jarige jongen van Mouscron die 7 wedstrijden heeft gespeeld. Ja, dan zit er iets meer achter dan alleen maar wat dit. Dan? Maar ja, heeft hij aan jou Als Luc dit nu zegt dat 1 doelpunt misschien een wereld van verschil kan, ja, dan... Kan je niet volgen. Natuurlijk kan je niet volgen. Er zijn er gewoon andere dingen bij dat ik zelf niet weet. Maar daar heeft de trainer zeker zijn inspraak. Is je marktwaarde aangetast daardoor? Ja. Maar ja, kijk, het is gewoon simpel. Ik voelde me heel goed in Brugge. Dus na dat jaar wou ik een contractverlenging. Ik heb gezegd tegen Luc, luister, als ik 2 jaar krijg, dan ben ik 34. Als ik het dan niet meer aan kan niveau, ja, dan zak ik wat af. Ik begrijp ook dat Brugge top wil blijven en top wil spelen in België en Europees wil meedoen. En als je als spits 34 bent, okay, dan weet je het ook dat je moet afzakken, zoals Mark de Grijs. Ik zou heel graag het einde van carrière zoals Mark. Ja, maakt niet uit hoe. Dat zie ik voor ogen. En als ik dan 2 jaar had gekregen... Ook ondanks dat ik niet altijd speelde, had ik geen enkel probleem geweest. Hmm. Maar als je dan dingen gaat vertellen, dan... Is het ook niet omdat jij zo frank en vrij alles zegt? Ja, maar ik vind dat goed hoor, dat je dat zegt. Maar dat je dan mij dan een week of een dag later nodig hebt tegen Standaar. Hmm. En dan zegt hij dat ook wel in de kleedkamer. Ja, bedankt jongens die ingevallen zijn, die hebben het verschil gemaakt. Maar ik speel dan... De week daarop. In Sint-Truiden, heel slechte wedstrijd van mezelf. Wel een goal, ja. Ja, wel een goal, maar... Sint-Truiden, het veld lag niet goed. Sint-Truiden was ook niet goed. Slechte wedstrijd. Dan ga ik nationaal ploeg, word ik geselecteerd tegen Kroatië. Kom ik terug, dan zit ik gewoon op de bank. Ja, ik bedoel, waar is dan de logica? Koeymaas speelt 7 wedstrijden zonder een doelpunt te maken. Hmm. En was ook in dat moment voor de play-offs niet belangrijk voor het team. Waarom is het niet wisselen? Dat zijn vragen omdat die jij, als speler hebt. En dan... Systeem, zegt hij. Ja, systeem, ja. Maar zit... Denk je dat ik als ik alleen moet vooraan spelen zo'n nationaal ploeg... Ik heb in Turkije helemaal alleen vooraan gespeeld. Mijn taak was gewoon in balbezit gewoon terugkomen, als ik me niet kan vergissen. En ik moest van de Rijk, niet bezighouden met het verdedigende aspect. En daar speelden we goed, de eerste helft. En dan maak ik een prachtig doelpunt op vrije trap. Okay, dat is een beetje gevoel, aanvoelen, koppen. Okay, dat kan ik nu eenmaal goed. Maar denk je dat ik in dat systeem geen doelpunten zou maken? Ik word gewoon... Je bent gefrustreerd, mag ik het samenvattend zeggen? Bah, frustreerd. Ja, toch ik vind wel. Het gewoon erg dat er gewoon voor alle de wereld worden ingestuurd van allerhande. Maar komt het nog, die niet komt waar er zijn. Nog een club of niet? Maar ja, natuurlijk komt er nog een club. Welke club? Dat weet ik niet. Ja.